mezelf klaargemaakt. Ik ga namelijk vandaag samen met mijn zusje en mijn nichtje naar Oberhausen in Duitsland. Naar die hele grote mall. En ik ga jullie natuurlijk weer meenemen. Dus let's go. Nou, wij zijn zojuist aangekomen. We staan nu nog in de parkeerplaats. Dus daar heb je de rest. Dus wij gaan nu naar boven. En ik heb er echt heel veel zin in. Het is ook echt lekker weer vandaag. En wij gaan lekker shoppen. Dus ja, let's go. Jongens, zeg eens hoi. Hey. We zijn er. Kijk hoe groot het is ook. We zijn net al een winkel ingegaan, daar, Butlers heet die ofzo, of, ja Butlers. En nu gaan we even de Mango in en ik vond die paspop echt super leuk, die outfits. Dus nou gaan we even naar binnen, want Sterre wil hier graag heen. Ik vind de Mango ook echt een hele mooie winkel. Kijk even, die tassen. Oh, die vind ik mooi, die zwarte. Het is hier wel echt heel chic altijd. Ik vind die ook mooi als werktas ofzo. Oh, hoe gaaf is deze. Zo mooi, ik ben benieuwd hoe duur die is. Als ik dat ergens kan vinden. Oh hier, €50 kost deze. Deze is toch gaaf? Deze tas vond ik heel mooi, want ik dacht dat ze dus alleen maar de grotere versie hebben. Maar dit is een kleinere versie. En deze is mooi. Ze hebben ook echt alweer zoveel dingen voor de herfst en de winter. En ik ben er helemaal klaar voor. Bijvoorbeeld zo'n trenchcoat en hier ook zo'n soort, ja, hoe noem je dit? Een gilet of zo. Echt zo mooi. Ik weet niet precies hoe dit heet. Een Spencer is dit meer. En deze top ook. Dit is ook leuk voor over je bikini. Of gewoon met een leuke bralette eronder. En hier ook mooie jurken. Voor lekker in de zomer nog. Ik hou echt van de Mango. Ik vind de Mango echt super leuk. Kijk ook hoe mooi die hier is. Maar ik denk niet dat wij hier iets gaan passen. Zo te zien. Maar we gaan sowieso ook nog naar de Zara en zo. Nou jongens, we zijn beland in de Sostrinnekrenne. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek, maar ze hebben hier zo'n leuke ding. Ik zag net hier dit boekje. Of Jesse zei dat ze die had gevonden. Kijk hoe leuk. Deze is toch mooi. Ik vind hem echt helemaal leuk. We hadden hier beter niet naar binnen kunnen gaan, want we zien echt te leuke dingen. Ook kijk even deze schriftjes. Zo mooi zijn ze. Och, we willen gewoon alles meenemen. Echt leuk. Hier ook al die pennen. Washi tapejes. Hier heb ik dan echt een zwak voor. Dit zijn van die leuke canvas tasjes. Die achterste vind ik ook echt leuk. €8 zijn deze. Ik zie hier dus dat ze ook allemaal van die kralen hebben. Dus stel je maakt gewoon bijvoorbeeld zelf van die armbandjes of zo. Dan is het toch te leuk. Kijk bijvoorbeeld deze. Die vind ik ook leuk. En ze hebben ook allemaal hier dingen voor je armbandjes. Ik zag net ook eens wat ik jullie wilde laten zien. Oh ja, hier bijvoorbeeld van dit soort dingen. Dit zijn dus van die charms, staat erop. Ik weet niet precies wat dat dan inhoudt, maar oh ja, dit kun je natuurlijk ook gewoon aan een ketting of zo maken. Daar hebben ze heel veel dingetjes van. En kijk al deze klemmen. Dit is toch leuk. Ze hebben hier ook echt veel. Kijk, en die ook. Ik vind die roze ook cute daar. En die paarse. Deze ook. Oh. Echt te schattig. Kijk jongens hoe leuk dit toilettasje is. Dit vind ik altijd het leukste hier bij de Sostrinnekrenne. Al die toilettasjes. Je hebt zelfs daar ook nog een kleinere versie van. Kijk, zo'n soort portemonneetje. Maar deze is toch leuk. Zo voor gewoon je everyday make-up. Nou, Jesse gaat als enigste hier iets kopen. Namelijk dit allemaal. Verder hebben wij niks. Nou, we nemen even al een pauze. Het is namelijk volgens mij echt al bijna 1:30 of zo. Maar wij gaan even wat eten. En dat is zeg maar dus hieronder. Dus wij gaan nu van boven met de roltrap. En dan heb je dus hier in het midden gewoon waar je kan eten. En aan de zijkant heb je allemaal verschillende tentjes waar je dan eten kan afhalen. Dus we gaan even kijken waar wij nu gaan eten. En zoals gewoonlijk gaan we toch maar weer naar de McDonald's. Want je kan bij heel veel dingetjes niet van die palen bestellen. En wij kunnen echt allemaal geen Duits. Dus we gaan maar gewoon bij die palen bestellen. Dat is denk ik ook het handigste. Dus ja, lekker McDonald's. Ja. Yes. Dank je. Nou, we hebben ons eten. Ik heb een McChicken. En we zeiden net allemaal, maar die McChicken is hier natuurlijk anders. Een soort van pistolet zacht broodje of zo, maar ik vind het nog steeds wel lekker. En dan gewoon frietjes en ik heb een Fanta. En de rest heeft ook allemaal lekker eten, dus ja, we gaan nu lekker opeten. Wij gaan naar de New Yorker en ik ben hier eigenlijk echt nog nooit echt geweest. Naar de Hema. Willen jullie ook naar de Hema? Nee, ik hoef niet naar de Hema. Oké, ga jij wel naar de Hema? Oké, doei. Jesse gaat naar de Hema. Ik wil naar jou kijken. Jawel, doei. En wij gaan hier. Ja. Oeh, een leuk corset topje. Het is hier wel druk hoor, vergeleken met andere winkels. Nou jongens, ze hebben echt mega veel sale hier. Echt gewoon alle zomerkleding zijn in de sale.
Dus Demi gaat even kijken, want zij gaat nog op vakantie. Maar echt gewoon alle zomerkleding is in de sale. Nou, we komen net uit New York, maar ik moet zeggen, ik vond dat heel erg tegenvallen. Het was niet heel erg leuk. Maar we gaan nu door naar de volgende winkel. Want als het goed is, hebben ze hier... Ik wil wel oprecht even naar de Haribo. Maar ja, we gaan even door. Jesse wil blijkbaar naar de Haribo winkel. Die zit namelijk hier. En wat maakt het niet uit. Daar zat ik er goed in, hoor. Jongens, we zijn in mijn favoriete winkel aangekomen, namelijk de boekenwinkel. Wel natuurlijk een thuisboek. Oh, jongens. Dit is gewoon... Dit is mijn winkel. Kijk, ze hebben... Hé, hey, dit is de goede Inheritance Games. Die had ik moeten kopen. Maar oké, jongens, ze hebben hier zoveel boeken. Kijk, ook daar allemaal. Oh, dit is natuurlijk... Dit is Duits, jongens, helaas. Ja, we moeten even naar de Engels. Even gevonden, maar we zijn hier bij de Engels Boekademie gaat in Enzo dus. We beginnen ook in het Engels. Demi, ga proberen gewoon in het Engels. Nou, hier hebben ze allemaal boeken. Ik zei net al, ik vind die echt super mooi, die cover. En hier hebben ze ook Happy Place. Ook echt zo'n mooi boek. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. En deze hele serie wil ik gaan lezen in de herfst. Oh my god, de Shadow Me serie. Maar ze hebben hier zoveel boeken. Ook dit. Scarred. Oh, ik zie zoveel boeken die ik wil. We hebben eindelijk trouwens de Engelse boeken gevonden. Want het duurde ons even. Maar hier staan ze. Oh, hier hebben ze hem ook. King of Pride. Maar die heb ik laatst al gekocht op bol.com. Zoveel. Maar het boek is heel makkelijk te lezen hoor, Demi. Het is helemaal niet moeilijk Engels. En we komen nu even langs de Urban Outfitters. Daar gaan wij niet naar binnen, want we gaan hier toch niks halen. Maar die zit hier dus ook. Wij zijn eigenlijk nu op zoek naar de Zara, de Sephora. En weet ik veel, de H&M of de Bershka of zo. Dus daar gaan we nu even naartoe. Maar het is zo groot, jongens. We hebben echt nog maar een klein deel gehad. En we zijn hier echt al... Ik denk al serieus 2-3 uur of zo zijn we hier al. En we hebben dus echt nog maar een kwart gehad. Nou, we zijn bij de Sephora. Oh my god, ik ben zo benieuwd hiernaar. Oh, ik hoop echt dat ze bepaalde merken hebben waar ik even naar zoek. Demi en ik zoeken namelijk allebei hier die Body Splash. Maar ze hebben alleen maar deze, helaas. Dus we gaan even kijken. We hebben hem gevonden. Oh. Ja, volgens mij ook. En waar is er dan? Ja, lekker. Ja, maar waarvoor? Maar hebben ze ook de sprays? Maar kan je ruiken hoe die ruiken? Want ik vind, ben wel benieuwd. Ik weet het niet. En hoe duur zijn ze? Daar staat er natuurlijk niet bij. Ik denk dat je deze gewoon kan ruiken. Ja, zijn testen? Ik denk dat. Ben ik ook benieuwd. Ja, dit is een tester. Die ruikt wel lekker. Die ruikt ook wel heel lekker. Ja, maar ik vind die ene wel lekkerder. Die oranje, deze. Ja, wil je hem ook ruiken? Oh, die zat ik al nog op. Dan ruikt het er wel doorheen. En wat moet je hiermee doen? Dat is gewoon bodycrame. Oeh, mag ik eens ruiken? Ja, die zat er al ja, lang. Ja, die zat er al lang, maar die vind ik wel lekker ruiken. Ben je aan het filmen? Ik ben aan het filmen, ja. Oeh, ze hebben hier ook Too Faced, maar dat kun je in Nederland op zich ook best wel makkelijk krijgen, volgens mij bij de Douglas. Hier hebben ze allemaal minis. Kijk, Bali Body, dat is ook best wel bekend. Tanning oil. Kijken of ze hier iets hebben van minietjes. Ik hoop gewoon nog steeds die spray of zo. Oh yes. Jongens, kijken we de hele tijd uit voor dit en dan hebben we uiteindelijk niks. Lano Lips is ook heel bekend. Staat hier volgens mij een beetje random. En geen mini, hè? Dus ik denk dat sowieso de shit. Dat die gewoon helemaal uit is verkocht. Dat ze die inderdaad niet hebben. Dit merk is volgens mij ook heel bekend, maar al die parfums zijn ook gewoon op. Net zoals die body splashes, die zijn ook helemaal op die Demi en ik willen. Echt jammer. En oh my god jongens, hier was ik ook naar op zoek. Namelijk Rare Beauty. Maar volgens mij is gewoon letterlijk alles uitverkocht hier. Dit is toch te erg. Kijk dan. Die blushes zijn gewoon allemaal op. Volgens mij is gewoon alles op. Check even. Hier heb je ook Milk. Milk hebben ze wel nog veel van. Ik heb hier ook echt goede verhalen over gehoord. Over die bronzers en zo. En die hebben ze wel echt nog genoeg. Nou, we zijn in de Zara. En Demi en ik hebben allebei wel dingetjes die we hier gaan passen. Sterre en Jesse hebben niks. Dus we gaan het passen. Ik heb hier als eerste een hele leuke broek. En ik heb twee topjes. Oké, ik heb als allereerste dus deze broek aan. En echt super grappig. Of ja, eigenlijk is het wel een heel set verhaal. Maar deze broek heb ik al een keer gehad. En die heb ik toen op vakantie 2 keer of zo aangedaan. 3 keer. En toen heb ik hem daarna thuis in de was gedaan. En toen is deze gewoon helemaal... anders geworden. Heel strak is hij gaan zitten en de onderkant werd ook helemaal een soort van flare of zo, want het is eigenlijk gewoon een straight fit broek. En dit is ook best wel een bekende broek nu. Heel veel mensen hebben hem ook. Je hebt hem ook in heel veel verschillende kleuren. Zo zit hij aan de achterkant. Maar ik vind dit zo'n mooie broek. Ik vind deze echt heel gaaf. Maar
ik ben gewoon bang dat, ja, ik ga hem nu sowieso niet weer aan de wasmachine doen, maar dan doe ik hem gewoon met de hand wassen. Maar ik ben bang dat hij dan weer krimpt, maar dat kan denk ik toch niet als je het echt alleen maar met koud water wast. Maar ik vind dat zo zonde anders. Hij kost 25 euro volgens mij, dus dat is natuurlijk ook helemaal geen geld. Maar ja, ik vind het gewoon zonde als ik hem weer aan heb gehad, zeg maar twee keer, dat hij dan weer te klein wordt. Dat is gewoon zonde. Maar ik vind het wel echt een hele gave broek. Dus ik twijfel hier nog over, maar ik hou gewoon echt van deze kleur. Dus ja, ik weet het nog niet, maar ik vind hem echt heel erg leuk. Dan heb ik nu dit topje aan. Je kunt hem niet heel goed zien misschien. Oh ja, hier kun je hem denk ik wel beter zien. Maar het is echt een beetje zo'n mooi legergroen kleurtje. En ik vind deze topjes echt zo mega chill. Deze ga ik sowieso wel halen, want dit is echt een super fijn topje. Ik vind hem niet zo leuk op deze broek, want dit is natuurlijk ongeveer een beetje dezelfde kleur. Maar ik vind deze heel leuk op een jeans of gewoon een pantalon of een shortje. Dus deze ga ik wel kopen. Die zijn ook echt letterlijk 5 euro of zo. En dit zijn zo'n fijne topjes. Ik heb ze ook echt letterlijk al bijna in alle kleuren. Behalve dan nu degene die ik ga passen. Dus ik vind ze echt leuk. Maar die broek ook. Ik vind het zo leuk. Zou ik dit gewoon allebei kopen? Ja, ik vind het wel heel erg leuk. En dan heb ik dus nu de grijze aan. Ik heb eigenlijk echt letterlijk niks grijs in mijn kast. Want die draagt dan eigenlijk bijna niet. Maar zoals ik al zei, ik vind dit model topje gewoon heel erg fijn zitten. Maar ik ga even vragen aan Demi wat zij ervan vindt. Demi, wat vind jij van deze top? Nou, we zijn echt nog naar een aantal winkels gegaan. Maar onze allerlaatste winkel wordt natuurlijk de DM, jongens. Dus let's go. Wij gaan lekker shoppen. Ik heb er helemaal zin in. Dus ja. Oké, ik heb alvast even zo'n spons. Want iemand had gezegd dat die goed was. Maar ik ga ook gelijk even naar Essence. Want ik hoop dat ze hier die dingen hebben. Maar ik denk dat ik alweer pech heb. Nee, die hebben ze gewoon nooit. Als ik die wil. Ja, ik zoek die ene. Die, hoe heet die nou? Die Stix, die cream bronzer en blush. Die hebben ze gewoon nooit. Oké, jongens, bij deze DM is het echt zo mega druk. Het is sowieso altijd wel druk, maar bij deze is het echt immens druk. Nou, Demi is allemaal leuke minis aan het shoppen voor vakantie. Ik heb dus alleen nog maar deze. Zo'n spons. Ik heb even een andere gepakt, want ik vond deze kleur leuker. Hier hebben we wat lipproducten en hier ook nog wat maskers. Ik probeer echt zoveel mogelijk te filmen, maar het is zo druk, jongens, niet normaal. Dus ik ga even kijken of ik hier iets leuks kan vinden. Ik zie daar echt al leuke dingen, dus we gaan even kijken. Oh ja, ik heb ook die nodig. Oh, ik vergeet ook gewoon alles hier wat ik wil kopen. Hier, die micellair water. Maar nou hebben ze waarschijnlijk weer niet die ene. Oh jawel, deze. Wat? Die zijn hier super cheap, jongens. 3,5, wat de hel. Dat is echt heel goedkoop. Oh, hier hebben ze de roze. Die heb ik nodig. Deze. Zoals jullie kunnen zien ben ik ondertussen weer thuis. We waren echt laat thuis. Het is nu volgens mij ook echt al bijna 7 uur. Dus ja, we hebben echt de hele dag daar gezeten. We zijn uiteindelijk ook nog naar een Kaufland gegaan. Ergens in een ander dorpje, zeg maar wat meer richting ons. Want mijn zus wilde daar heel graag wat boodschappen halen die ze daar wel wat vaker haalt. Maar ik dacht, ik ga jullie eventjes een shoplog geven met alles wat ik heb gekocht. En ik ga even beginnen met de Zara. Jullie hebben ook de mini pasvakken shoplog gezien. Maar ik heb uiteindelijk alleen dit topje meegenomen. Ik heb hem nu ook aan in het wit en dit is hem in het groen. Dit zijn echt de fijnste topjes en deze leek mij ook heel erg leuk met gewoon een normale jeans of zo. Nu heb ik dan dus die witte aan. En die zijn ook heel cheap. Die kosten letterlijk €5,95. Dus dat is echt geen geld. En ik heb hem dus in een maatje S. Oh ja, dan hetgene wat ik bij de Kaufland heb gekocht. Ja, ik wilde daar eigenlijk niet echt iets kopen. Ik heb zo'n kinderbeweging wat ik gekocht, want ik had op een gegeven moment echt trek. Dus die had ik eventjes ingekocht. En deze. Wij hebben dus altijd My Muesli bij ons thuis. Ik gebruik die dan nu ook voor bij mijn recepten bij bijvoorbeeld die bananensplit die ik wel eens vaker maak in mijn vlog. En nu zag ik dus deze. Dit is Berry White Choc met allemaal lekkere witte chocoladestukjes. En als je me langer volgt, dan weet je dat ik gek ben op witte chocolade. Dus deze moest ik proberen. En die ziet er gewoon heel lekker uit. En die was 2 euro of zo. Dus ik dacht, ja, ik moet hem gewoon proberen. En de rest is van de DM. En de DM in die Oberhausen, dat was echt niks. Die was heel klein. Het assortiment was ook niet heel erg groot. En het was echt fucking druk. Dus mocht je echt alleen naar Duitsland gaan voor de DM, dan zou ik echt naar, weet ik veel, Nettetal gaan. Kaldekier, Gestralen. Gewoon daar, maar niet naar deze. Want je komt echt, je kunt beter gewoon naar die Oberhausen Mall gaan. Voor gewoon echt de andere winkels. Zoals de Sephora, de Zara, gewoon dat soort winkels. Maar niet voor de DM. Maar ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb als eerste weer deze gekocht. Die zijn zo cheap. Die kosten 90 cent per pakje. En dan heb je er gewoon 140 in één pakje. Hè? Dus 280
voor 2. Super cheap. En dan heb ik ook gelijk wattenstaafjes gekocht. Want die zijn ook heel cheap. En die zijn gewoon fijn om ook te hebben. Dan heb ik ook nog wat dingen die gewoon daar veel goedkoper zijn. Zoals bijvoorbeeld deze micellair water. Die kost daar echt letterlijk... Even kijken, ik heb dat bonnetje ergens. Ja, deze kostte gewoon €3,75. En normaal kostte deze in Nederland echt minimaal... Volgens mij bijna wel 8 euro. Of ben ik dan aan het liegen? Ik weet het niet. Maar echt veel duurder. In ieder geval als €3,75. Dus hier ben ik heel blij mee. En hier kan ik er even mee vooruit. En dan heb ik nog 3 kleine dingetjes gekocht. Ik heb als eerste deze douchegel gekocht. Want die ruikt echt heel erg lekker. En die zijn ook cheaper. Ja, daar als in Nederland. En ik heb een Fadeo gekocht. Luxurious Moments. Och, die ruikt zo lekker. Echt mijn favoriet. Dus ja, dit zijn 2 dingetjes die ik even heb gekocht. Die koop ik regelmatig. En daar zijn die ook gewoon cheaper. En dan heb ik als laatste deze beauty blender gekocht. Gewoon van, ja, Ebelin. Volgens mij is dat een beetje DM eigen huismerk. Ja, iemand had deze namelijk aangeraden. Eigenlijk de zwarte, maar ik zag dat ze deze hadden. En volgens mij waren die gewoon hetzelfde. En deze ziet er gewoon heel leuk uit. Ik vind van roze leuker als zwart. Dus ik denk, nou, doe ik die. Oeh, hij voelt al heel fijn. Oh, deze voelt heel lekker aan. Lekker squishy. Nou, die ga ik lekker uittesten. Maar ja, dat is eigenlijk wat ik heb gekocht. Niet heel veel. Ik zal ook even kijken hoe duur die dingen waren. Die deo kostte €1,75. De douchegel was €1,85. En die make-up spons was €2,45. Dus dat is ook niet heel duur. Maar ja, dat is dus alles wat ik deze keer heb geshopt. Weer niet heel veel, maar wel gewoon dingetjes die ik ja, echt leuk vind en waar ik echt blij mee ben. Het was ook echt een mega gezellige en geslaagde dag. Het was gewoon heel gezellig met z'n vieren. Dus ik hoop dat jij deze video leuk vond. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan zeker niet om dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je ook zeker niet om te abonneren. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, dat kan hieronder op de abonneerbutton. En dat waardeer ik echt mega erg. En zo blijf jij op de hoogte van al mijn nieuwe shoplogs, vlogs en andere soort video's. Dus doe dat zeker. En dan zie ik jou ook weer in een van mijn volgende video's. Doei!